Dinsdag 31 augustus en woensdag 1 september werd op het sportpark Het Klaverbad in Leunen het Kids Zomerfestival Leunenveulen Heide gehouden. Maar wat houdt het Kids Zomerfestival nou in? Ja, dat is eigenlijk een soort van kindervakantiewerk voor alle kinderen die of in Leunenveulen Heide wonen of in ieder geval in Leunen op school zitten. En voor alle leeftijden van groep 1 tot en met 8 hebben we 2 dagen ja, een vol programma met allemaal toffe activiteiten. En vandaag is het voor de kleintjes. Wat gaat er allemaal vandaag gebeuren? Ja, vandaag achter mij zijn inderdaad zojuist ook de peuters aangesloten van 2 tot 4 jaar. En ja, die zijn eigenlijk van allerlei creatieve activiteiten aan het doen. Maar ja, je ziet achter mij ook een draaimolen staan, een springkussen, een mega twister, waterspelletjes. Ja, eigenlijk mogen de kinderen vandaag gedurende deze 1,5 uur in ieder geval gewoon zelf kiezen wat ze gaan doen. En ja, zelf kijken wat ze leuk vinden. Dus daar zijn ze nu volop mee aan de slag. Hoe lang doen jullie dit al? Ja, dit is de 2e editie. Vorig jaar in juni kwam ik vorig jaar op het idee om dit te gaan organiseren. Omdat er heel veel niet doorging in coronatijd. En toen zijn we vorig jaar gestart met 140 kinderen. En dit jaar is de 2e editie. En dit jaar zijn we met 160 kinderen en meer dan 100 vrijwilligers verdeeld over 2 dagen. Dus daar zijn we als dorpen heel erg trots op. Hoe kwam je eigenlijk op dit idee? Ja, het is wel eens vaker door mijn hoofd gespookt, zeg maar, om iets te gaan doen voor de kinderen. Ik heb mezelf ook mijn eigen kinderen hier op de basisschool zitten. En ik dacht van, ja, het is wel leuk om in het eigen dorpen hier ook iets te creëren. En ja, wat ik al zei net, omdat er heel veel niet doorging vorig jaar, dacht ik, ik ga iets organiseren wat wel door kan gaan. En ja, we kunnen wel zeggen dat dat geslaagd is. Inmiddels zijn we een stichting, hebben we een mooie werkgroep met veel mensen die daaraan aan bijdragen. Ja, en hebben we vandaag weer de 2e editie die volgens ons in ieder geval fantastisch draait. Gaat dit ook een vervolg krijgen? Ja, zeker. De derde editie is 30 en 31 augustus 2022. Weer de dinsdag en de woensdag in de laatste week van de schoolvakantie. En die kinderen krijgen straks de datum mee. En we hopen dan weer op zoveel deelnemers.